yeah, yeah. I'm a lyrical chef, me come to cook up some lyrics, yeah. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Cooking Show. Vandaag gaan we een lekkere witte broodje maken met ei en avocado en en lekkere zalm. Stay tuned. En nu gaan we, daar is de superhelder uit mijn hand, en nu gaan we spullen eruit halen. Niet vergeten, lekker witte keizerbrood van Duitsland. Nee, dat komt voor het Nederland. Handen wassen, wel doe je dat super vaak, nog vaker doen. Double, double. Oh yeah, baby. Als eerste, water gaan koken voor het gekookte eitje. Nummer 2, beetje water. Op het brood doen. Waarom? Vroeger in de horeca zeiden ze tegen mijn Stanley: heb je een brood die 2-3 dagen oud is, doe een beetje water overheen en dan wordt daar een mooie lekker gekant. Dus dat gaan we doen. Dit even aandoen, zeg maar ongeveer op 180 graden. De koker klaar pakken en erin doen. Het scheelt me weer een paar minuten. Het is lekker aan het koken, jongen. Als je hier een kippetje in zou doen, dan zal je helemaal tok horen. Kijk hoe het met eitje gaat. Eitje gaat nu goed. Eitje is nu al zeg maar 8-9 minuten aan het koken. Vandaag, omdat we zo gekleurd zijn, gaan we een gekleurd bord pakken. Paars. Dat is paars roze. Een van mijn favoriete kleuren van vroeger, toen ik 15, 16 was. De vorige keer ging het helemaal mis. Nu gaat het gewoon goed. Oh shit, niggas. Oh shit, zie dat? Gaat helemaal goed. Ik ga hem lekker snijden. Ik pak dit keer het klein beetje avocado. Deze ga ik gewoon lekker straks over eten. Broodjes klaar. Pak ik een broodmes. Pak ik een eitje. Een beetje avocado pakken. En zo al die stukjes zalm. En dat was het. Hoi, welkom aan mijn kookvlog. Dat ik me nu wel bedenk dat ik het misschien een beetje verkeerd heb begrepen. Het idee van een kookvlog, maar... Jullie zaten net in mijn mond. Mooi hè, mooie tanden heb ik hè. Alright, dames en heren. Nu gaan we even lekker genieten van het goede eten. Zoals een Marokkaan zeggen, shukran, dank u wel. Of voor mij was het Arabisch. Arabisch, Marokkaan, shukran, dank u wel. Ga lekker eten. Laat weten in de comments wat jullie van vonden. Rustig aan. Stel die uit.